Het is raar maar waar, mijn haar zit ook niet trouwens. Maar we zijn in Amsterdam. Wat we hier doen, ja, dat kan ik nog niet vertellen. Maar ik kan wel een tipje van de sluier geven. Ja. Even. Ja. Dus wij zijn namelijk bij de Telegraaf en de Privé, et cetera. Samen met Laura zijn we op stap in Amsterdam. Gezellig. Dus we moeten nou binnen legitimeren. Dus ik ga weer ophangen. Doei. We zijn hier bij de Telegraaf binnen. En Laura is bezig met fotoshoot. En nu is het wachten. En wachten. Dus ja, neem jullie gewoon mee. Hier naar binnen. En ja, we zijn in Amsterdam, dus misschien gaan we nog ergens anders. Nou ja, ik beland overal, je weet het, hè. En nou staan nog twee mensen. En het is een café zonder zorgen. Het is ergens in Werkendam. Ik kan niet zeggen waar. Maar hartstikke leuk café. En dit is een sneak preview. En en dan staat iemand te zwaaien. Ik zou even biertje tappen. Ja, ze herkennen je aan je stem. Nee, joh. Jawel, joh. Weet je wat het is? Ja. Dus ja, zo zit je in Amsterdam en zo zit je weer in Werkendam. En zo zit je straks weer in Oosterhout. Dus hartstikke leuk. Ik ben even aan het kijken. Ik was benieuwd. Dit laat jij niet opnaaien, joh. Oh. Joost, gaan we zo een lekker bakje doen? Ja, even een bakje. Even een bakje. Even leuk. In het café zonder zorgen. Café zonder zorgen. Opnaaien. Café de pijp. Woest. Woest worden. Ja, we moeten niet zeggen dat hij stil is, want dan worden we echt woest. Nou, inmiddels zit ik op visite. Ga weg. En dan. En er komt altijd een weet zo'n ding. Oh ja, een drone over mijn hasses heen. Ik vind het heel een raar ding. Kijk. Van een of andere supermarkt. De Lidl. Nou. Dus ja, dat is ook weer leuk natuurlijk. Dat is wel vermakelijk, toch? Nou, dus dan gaan we naar morgen weer. Ga weg. Doei. Nou, inmiddels zitten we heerlijk aan het, op het terras. Het is lekker druk. Zit ze weer met de wijn. Ze ging sporten. Het was kwart over vier, hè? Ik ga niet meer naar de sportschool, ik kan nog steeds polderen. Ken je de graf van de sportschool? Is nooit meer aangekomen. Ze ging de polder in. Dus uiteindelijk zijn de terrassen weer vol, dus het is weer gezellig in Oosterhout. De zon schijnt. Wij pissen elke keer neffen de buien. Maar ja, we kunnen weer op het terras gaan zitten, toch? Dus hartstikke gezellig. Zijn we zo met een natte vinger te lijmen. Ja. Ze zijn ook allemaal hetzelfde. Kortom, iedereen is hier hetzelfde. Dus ik zeg proost met mijn leegglas. Ja, het is hartstikke leuk. Ik word straks ook op ORTS uitgezonden op de tv. Ja mensen, je komt niet meer van me af. Daar zit hij, onze Pim. Dat zien jullie nog niet, maar... Ja. En we zijn op dit moment aan het filmen. En waar kunnen de mensen dat straks zien, Joost? Ook van Oosterhout. En op YouTube, op Josias Rovien. Ja, het is een lange naam. Misschien moet ik het zo gaan doen. Nou ja, het is op zich wel een pakkende naam, toch? Dus het leven uit Oosterhout en door Oosterhout. En met Oosterhouters. Dus ja, ik dacht, laten we Oosterhout eens goed op de kaart zetten. En positieve nieuws brengen. Maar hoe is het eigenlijk gekomen dat je bent gaan vloggen? Nou ja, dat zal ik je eens vertellen. Een vriend van mij, die zit in het mediawereld. En die zei, jij hebt best een leuk leven en jij doet van alles. En je wordt overal uitgenodigd. Dus waarvoor ga je niet, ga je dat niet vastleggen met een vlog in plaats van bloggen? Ja. Want je kan goed ouwe hoeren en je vindt het leuk om te filmen. Nou. Ja, en helemaal niet te serieus. Nee. Ik vind je nou wel heel serieus, moet ik zeggen. Ja, bij Ziggy Smack, laatste keer. Dus ik draai even om.
Heel vroeg in de ochtend. Ik zal even inzoomen. Dat gaat niet. Volgens mij is het... Wat is het eigenlijk? Oh, het is 4:15. Ze zijn de markt aan het opbouwen. En ik ga naar huis. Ik had al lang thuis moeten zijn. Maar ik ga... morgen gezellig... of vandaag... over een paar uur, zeg maar, gewoon gezellig, gaan we naar de markt. Lekker wekelijks inkopen doen, of zoiets. Nou, het was weer gezellig. Leuke avond. Lachen, gieren, brullen.